Kleinste Privacy Shelf van Nederland is ontwikkeld door Vers in de Friese bibliotheken en is de meest laagdrempelige manier voor mensen om kennis te maken met hun eigen digitale persoonlijkheid. En dan speciaal gericht op digitale privacy. Privacy is niet leuk, is heel persoonlijk. En toen kwamen we er eigenlijk automatisch op dat we een combinatie moesten zoeken van iets dat leuk is, want anders krijg je geen mensen naar je toe, gecombineerd met dat onderwerp privacy. Dus we kwamen al heel snel uit op een spelshow met quizvragen, zodat je zeg maar het leuke, namelijk glitter en glamour en prijzen winnen, kunt combineren met iets wat mensen kunnen leren in de vorm van quizvragen. En dat werd de kleinste privacy show van Nederland. Maar jullie weten vast ook dat je vaak niet dezelfde wachtwoorden ook voor verschillende diensten moet gebruiken. Of appjes of games. Dus weten jullie misschien een manier waarop het een gemakkelijker wordt om een lang wachtwoord te bedenken? Waarom we deze show hebben opgestart en hebben geïnitieerd, dat heeft te maken met dat er nog heel veel mensen niet weten wat er online gebeurt. En wat er online met hun gegevens gebeurt. En daarom willen we ze wat meer daarover vertellen. Vooral voor doelgroepen als 50+, maar ook jongeren, zien we dat daar een kwetsbare groep is waar wij heel graag meer informatie aan willen geven. De vraag 1 is als volgt. Hoeveel geld werd tot nu toe in Nederland verdiend met phishing dit jaar? Was dat A, 10.000 euro... B, 100.000 euro of C, 2 miljoen euro? Dat was net iets eerder. 2 miljoen? Ja, 2 miljoen, dat is goed. Applaus! Ik heb geleerd wat phishing is. Dat is dat je nepberichten krijgt en als je daar dan op reageert, dan bijvoorbeeld bij de belasting, als je daar dan op klikt, dan moet je geld betalen, maar dan krijg je van de rest niks. Het is ontzettend belangrijk dat kinderen dit leren. De kinderen krijgen er elke dag mee te maken. Ze zitten bijna allemaal op Instagram, Facebook, WhatsApp. En dan is het belangrijk dat ze wel weten hoe ze met de informatie om moeten gaan. Als je iets gratis aangeboden krijgt op het internet, dat gebeurt in het echte leven ook niet. He, dat je iemand tegenkomt op straat, die ken je helemaal. Die zegt, hey Sander, ik heb voor jou gratis kaartjes voor dit. Maar dan moet je mij even vertellen wat je bankrekeningnummer is. Ja, nee, dat ga ik niet doen. Dat gebeurt. Ja, ik vond het helemaal fantastisch. En zeker ook voor de jongeren. Het is gewoon op een hele ludieke manier jongeren bewust maken van digitale dreigingen. En gewoon met hele praktische tips. Veilig omgaan met wachtwoorden, phishing. En ook let op je eigen privacy. We hebben alle studenten van Free Support en Loord deze show laten volgen. Omdat we het als ROC Free Support gewoon ontzettend belangrijk vinden dat studenten digitaal weerbaar zijn. Dat ze hun eigen persoonsgegevens op een goede manier kunnen beschermen. Maar straks ook als ze het beroep ingaan, bijvoorbeeld in een zorgberoep of in een veiligheidsberoep. Dat ze ook op een goede manier bijvoorbeeld de gegevens van patiënten weten te beschermen. Ja, en dat doe je toch door bijvoorbeeld veilig om te gaan met wachtwoorden of phishing mails te herkennen, onder andere. Ik vond het heel interessant. En ja, ik heb ook wel dingen geleerd en dingen werden verteld waarvan ik nog niet wist dat het zo was. Zoals dat je een wachtzin beter is dan een wachtwoord. En er worden ook wel veel mails verstuurd op een dag, phishing mails. Dat wist ik ook niet, dat het zoveel waren. Nou, ik denk wel dat ik daar beter ga uitkijken. En ik denk ook dat ik Firefox ga installeren in plaats van Safari en Google. Ik vind het heel belangrijk dat je weet wat je doet op het internet. En dat je weet wat er gebeurt met je gegevens als je op Facebook zit. Ik denk alles waar je kennis kunt overdragen op een leuke manier, waardoor je het ook nog aansluit bij de doelgroep, nou, dan heb je een win-win situatie. Fire, doei, hallo, doei. Applausie.